Wij zijn hier zeven maanden geleden begonnen. En toen nodigden wij een ijslandexploitant uit. En toen zei die ijslandexploitant tegen ons: waarom leg je hem niet op het water? Dus wij keken de ijslandexploitant aan en zeiden: ja joh, op het dak van zal gaan en sturen. Waarom niet? Maar hij zei: laten we dat nou gewoon eens doen. Als we hem ergens anders op het lijn aanleggen, dan betekent dat we hem sowieso waterpas moeten leggen. En hier op het water, logischerwijs, ligt hier altijd waterpas. Dus waarom niet op het water? En wij zijn daarmee verder gegaan. En toen kwamen we toch wel tot de conclusie dat wij hier op deze plek om drie redenen een fantastische en unieke ijsbaan hebben. De eerste reden is de locatie waar we nu staan. Drie keer Hollands, zou ik willen zeggen. Schaatsen is sowieso Hollands. Een gracht is sowieso Hollands. En als u om u heen kijkt, hier in deze prachtige stad, Leiden, stad van ontdekkingen, treft u historische geveltjes en alles wat Nederland zo beroemd maakt. Het tweede is waarom het zo uniek is, dat is omdat het een onderdeel is van winterinleiden.nl. Winter in Leiden is een uniek samenwerkingsverband tussen het bedrijfsleven, tussen winkeliers, tussen horeca, tussen de culturele sector en tussen de ondernemende leiding in de binnenstad. En de derde reden waarom dit zo'n unieke ijsbaan is, is omdat die straks geopend wordt door een unieke Nederlander. Kijk, je kunt natuurlijk een ijsbaan openen en denken van god, we huren of bellen de lokale schaatshelft. Dat is leuk, want we hebben in Nederland natuurlijk heel veel bekende schaatsers. Maar we hebben niet zoveel Elfstedentocht-winnaars meer in Nederland. Drie, als ik me goed laat informeren. En laten we uitrekenen, de laatste Elfstedentocht-winnaar straks deze ijsbaan open. Voordat ik, als ik samen vertelde, voordat ik de kunstschaatsers die straks een korte thee hier gaan geven, hartelijk bedankt met z'n dank. En laat ik nog niet een soort poster achter wijze doen, hè, met allerlei mooie van de kernen. Maar ik wil nog wel de gelegenheid gebruiken om dat te doen. Allereerst wil ik mijn eigen collega's bedanken. En dat is natuurlijk makkelijk om het van deze plek te doen, maar er is ontzettend veel tijd gaan zitten in datgene waar u nu op staat. Zeven maanden. Ik wil bedanken Tim, Nekland, Rian, Nicole, Maxime, die ons daar Tim, Victor. Die hebben gigantisch veel werk gestoken in de winterleider, huisinformatie in deze eind. Ik wil ook bedanken het reclamebureau dat hier werkt. Dat is, mag ik deze plek echt ook als zien. Van Zesde Klaar. Er werd wel eens gekscherend gezegd dat van Zesde Klaar zo tegen dans was van het centrumleger. Dat houden wij graag zo. Want wij werken graag met de Sociale Museum van de Mier. Ik wil graag willen bedanken, en dat is deze plek in de kappers, de gemeente Leiden. Het is voor ons allemaal heel makkelijk om altijd te gaan klagen over de gemeente dat het goed is, of dat het slecht gaat. Wij hebben met deze eigenaar ontzettend goed samengewerkt met de gemeente Leiden. Ik ben zo dankbaar dat we de gedachte, we gaan dit met elkaar doen, dat we dat gemeente inderdaad hebben gerealiseerd. Heel goed voor de gemeente Leiden. Ik wil ook bedanken de twee horecaondernemers die hebben aangedurfd dit hier neerzetten. Je moet het maar durven, je moet je nek maar uitsteken om de investeringen die hier op dit gaan. En natuurlijk ook om die sponsoren die hier op de voorhuur waarheen zitten, die het ook hebben gemaakt om dit voor elkaar te krijgen. Dan, dat is heel leuk. Wij gaan nu naar de korte schaatsering kijken. Een soort van dancing, hommage, dancing with the stars, maar zijn deze, dames en heren, de stars. Ik wil ze graag aankondigen, en dat gaat natuurlijk onder een luid applaus, maar echt luid, luid applaus. De eerste rijder is Demi, zij staat bij de Minis, en zij is 9 jaar jong. De tweede rijder, ik zou zeggen Demi, ja, voor de jong. Die staat ook bij de Minis, die is 13 jaar oud en die gaat onderwijs een heel goed uitdaging op dit huis. Sebastian, applaus is ook voor jou, dus alles wat je staat voor jou nog eventjes voor de leven. De derde reis is de Sebastian Kind, zij staat bij de DEPS, bijna, dus Kind. Zij is 11 jaar en ook van u en van de aangaan die straks genieten, de kunst die ze allemaal doen. De vierde reiziger, de laatste reiziger is Eva, 14 jaar. En dat is wel een mooi verhaal, daar sluit ik ook helemaal af. We hebben ontzettend veel lijsttalent en dit lijsttalent gaat over twee weken naar het Nederlands kampioenschap.
En daar ga ik ongetwijfeld op prijs winnen. En als je wint, dan ben ik eruit genoeg de burgemeester nu zo. De enige en nul op de tafel op de bordes. Ik weet dat waarschijnlijk de wethouder uit zijn leven is. We zien wel als een afspraak. Dames en heren, nu krijgt u een korte schaatsvereniging van KSV Rijnland. Die kunnen veel meer naar schaats dan ik. En ik wens u veel plezier en bijvoorbeeld zullen we de officiële opening gaan doen met het transfer van de jaren. Ik moet uitkijken, maar nu...